Zo, vrijdag, dag 6. Vertrek vanuit. Nou, dat ene pension, wat geen pension was, maar toch een pension werd. vertrek. We zijn er klaar mee. We gaan richting Liesmoes of zoiets ergens. Vilmoes. Vlumoes? Maar goed, hier dus. Camera aan. Die loopt. Camera aan. Die loopt ook. Nou, de dagelijkse startroutine inmiddels van de motor van Ellen. Ook erop. Ja? De startroutine. Want jongens. Niet te niks hier. Jezus, maar de kamer is achteruit. Nou, de achterband. Ja. Oh, nee. Ja, ga maar. Ja, ga maar. Ja. Typisch. Is dat plek of is dat gewoon... Ja. Ik heb auto maar uit al. Ja. De meeste van ons die kennen dit geluid wel. Even je band oppompen. We waren onze gastvrouw zeer dankbaar. Ze heeft ons zeer gered met de auto, zeg maar. Ik heb zelf namelijk geen aansluiting. Want redelijk op druk gebracht. Misschien iets harder gaan doen dan gewenst. Maar goed, we kunnen gaan rijden. Bij Pension Inge. Hier rechts op het bord te zien. Hier hebben drie pensions. Dus als je naar pension Inge gaat, want dit op zich was helemaal geen slechte locatie. Maar ze hebben er ook eentje hoger in de berg. En als je die gezien hebt en je komt naar hier, een beetje jammer. Toen mij het was een beetje karig, maar goed. Zelf, het is niet anders. Maken we nu reclame voor Inge? Nou, ja, nee. De locatie is prima. Maar ik weet wel waar je terecht komt. Dus vraag goed waar je terecht komt. Ik heb hier gevraagd of de band gepropt dan wel gewisseld kon worden. Dat kon niet. Dus gaan we verder. Wederom aanduren. Het is niet de eerste keer vandaag. En ook niet de laatste.
Ja, nou, nou. Of je vergeet de koppeling in te trekken. Ik ga echt geen poging doen om deze naam uit te spreken. Maar we zijn inderdaad heel, heel dankbaar op de vrijdagmiddag. Nou, net voor de middag nog. Dus Kwie is er even tussen, mij er even tussen, om mijn bandje te repareren. Ja, hij is gepropt. Ja, is het niet goed? Nee, dat klopt. Maar de prop zit er nog steeds in. En we zijn echt wel heel veel kilometers verder. Dus verdomd. Gaan we dus voor de zoveelste keer vandaag de motor starten van Elp, dat brommetje. Over de 2-7. Maar goed, zo snel ben ik op de motor. En ik hou er niet bij, zeg maar. Oliva, daar gaan we weer. Wat we ook op die wolk, daar zo midden in het scherm een beetje bovenin. En daar in de verte. Daar in de verte. Die enigszins anders gekleurde wolken. Die niet meer wit, maar wat donker worden. Nou. Oh ja. En Ellen is inmiddels zo vertrouwd op de motor. Dat is naar de linkerarm. Je moet het gewoon op de been leggen. Je rijdt gewoon met één hand. Nee hoor, ik kan geen motor rijden. Mm-hmm. Maar goed, ze heeft hem wel begeleiding achter zich. Hè? Zie je die lampjes achter? Boven met een witte busje. Ja. Best wel trots. Hij heeft gewoon een dikke 1100 RP. Toch over die wolken. Die wolken daar voor ons. Er zit iemand uit mijn chipsaks te pikken. Hallo, je had zijn eigen zakje. En loopt weg. Met een kop zo van. Goed. Even terug naar Oostenrijk. Het is inmiddels 2023 terwijl ik dit inspreek, maar we rijden daar in 2022, augustus. Die donkere wolken, daar had ik het over. Die worden steeds erger. We zouden ons laten leiden door het weer. Oh ja, let op, hier begrijp ik een klein foutje. Wat behoor je te doen in een binnenbocht? Doe ik dus niet. Dan moet ik dus corrigeren. Die wolken dus. Nou, Dit is gewoon bijna letterlijk. Je kunt de buis in hangen. Maar, doe dat zwaar. Je kunt de buis al zien regenen. Rechts, zeg maar. Ja, ik denk dat je dan iets boven hier kijkt. Ja, zo is daar. Ja. En hier rijden we dan richting de Lege Bergen. Ja, het regent daar toch best hard gooien voor wel. Toch maar even stoppen en even overleggen, denk ik.
Zoals je kunt zien, heb ik dus besloten om door te rijden. Maar de weg die leidt echt een beetje naar rechts. Tussen de bergen in, daar, maar precies daar waar het regent. Maar daar zo, rechts, rechtsvoor. Op 2 uur, ik bedoel. 1 uur, 2 uur. Ja. Dus een beetje rond 1 uur. En niemand van ons heeft de schermbekleding aan. Ik heb ook nog bij ons overigens. Ja. Ik had mijn ogen meer op de weg dan op de kaart, gelukkig, want het is redelijk bochtig en stijl. Maar kijk eens goed, wat komt eraan? Ja, een viaduct. Ja, stoppen. Geen moment te vroeg. Beschermende kleding hebben we niet, maar we hebben wel wat andere kleding bij ons. Ik heb een leren jas, nog steeds doorwaardbroek, leren jas. En we hebben een goed regenjakje en voor Freya hadden we dan ietsjes meer dan een windjack jas. En broek overigens. Dus dat was de enige met enigszins beschermende kleding. Nu niet zeggen dat het water dicht was, maar dat deed iets meer. Dan gaan we zo meteen weer rijden. En komen de clips, lijkt het alsof het best hard regent. En als je kijkt wat daar uit de lucht komt, dan vind ik dat het heel erg meevalt met de regen die we op onze kop hebben gehad. Muziek? Serieus? Ja, sorry jongens. ik heb een nieuw editingprogramma en ik moet nog een beetje wennen aan de software en zo. En ik heb per ongeluk wat weggegooid en het was te veel moeite om het weer terug te halen.
auto van Ellen starten. Deel 3. Oké, duur? Ja. Ik kan mama even mijn route erin zetten. Dat zijn ook. Zeg maar wanneer. Ja. Lander. Waar zie jij neer, Lander? Je rijdt ons net voorbij. Oh. Oké. Okay. Steentjes, hou je vast. Ik hield me niet vast. Kijk nou dan, we lopen gewoon een café pub Harlekijn voorbij. Oh. Ah. Een wat? Ja. Detail. Oh. Kasthoofd, tabak. Ja. Kom, we gaan roken. 2,8 bar. Hey. Auw, rechts. Ah. Wat is de wouw rechts? Grote berg. Yep. Jij is ook gezien? Op je navigatie. Oh, fuck. Ja. Auw. Oké, kijk voor jou. Rust eraan in de bocht. Het wegdek maakt het hobbelig. Jij dat ook? Hobbelig? Zat ik toevallig? Ja, hobbelig. Ja, een beetje hobbelig. Het voelde als glibberig, maar het was hobbelig. Hobbelig, ja. Hij is vrij in ieder geval. Ik ga me geen seconde harder laten rijden, omdat ik zelf comfortabel vind. Moet je ook zeker niet doen. Oh, het zat water hier ook laag, zeg. Wat ijs. Mijn hemel. Er komen twee auto's hier tegemoet. Ja. Voel jij die reparatienaadjes nou ook zo extreem, of ligt dat van mijn motor? Nee. Okay. Ik heb continu het idee dat Frey aan het verzitten is. Ja. Dit is niet zo, maar dat gevoel geeft het. Ja, continu het idee dat we weer uitgeluid hebben. Maar ja, dat ja, mijn dat, motor... Dat die motor wat jij niet doet, zeg maar. Ja, precies. Oh, die mist hier bovenin. Als je die bocht doorkomt, moet je boven kijken. Ja, dat is schitterend. Je moet niks, maar... Ademhalen en schijten. Wauw, hier linksboven ook. Er komt een stoplicht, zeggen ze. Ja. Stoplicht is buiten werking, heb ik de indruk.
Ja. Bos. Huh? Elfenbos. Alfabos? Elfenbos. Oh, elf. Ja. Echo Lima Foxtrot. Echo Lima Foxtrot, ja. Wauw! Jezus! Super dit, hè? Wauw! Oh. Dat ging net goed. Ja, moest ook even bijremmen. Ja, volgens mij. Oh. Gaat er een Jij weet de naam. Hallo? Ja, ik weet niet wat de naam is. Een stukje door, zegt hij. 250 meter. Nou, zullen we dat niet doen? Verder op rechts zit niks. Hè? Heel zit nog verder naar bovenop. Huh? Of zit nog verder weg naar bovenop. Nee, ik wist je niet dat ik kan zien. Nou, of we gooien opnieuw een pijltje hier ergens in de omgeving, ofwel we... Ja, ik wil even van de boom bij je. Is dat? Ja, dat is voor even af, dat. Dan mag je wel je telefoon weer even hebben, hoor. Hoor je mij nog helemaal niet? Dat gaan we niet doen. Ja. Hallo? Nou, dit pad is... Dat gaan we niet doen. Dat is helemaal niks voor jou. Nee. Oh, komt er. Hi. Hi. Hey. Ik kan er even de andere kant kijken, maar dit pad waar ik zit, dat dan wordt het. Let's go. Hebben er staan mensen achter je, naast je die weg willen, denk ik. Thank you.
Hè? Ja. Daar heb je dat bruggetje, denk ik. Kijk uit voor de weg hier. Ik zie niet dat dit een bruggetje is. Nee, dat denk ik wel. Juffa, ja, wel. Jammer. Goed, ik krijg wel. Ik ga even kijken. Yo. Ben je er nog steeds? Ja. Ah, mooi. Hebben ze zometeen geen plaats. Juffa Hotel. Yep. Hier toch? Het stond erop. Oh, daar zijn we er al voorbij. Het stond erop. Waar zie je? Waar zeg je het dan? Toen ik het zei. Toen ik aan de kant waar wij stonden, zeg maar. Oh, dus ik ben er al voorbij. Die. Hoor je mij al of niet? Deze is het. Daar staat het op. Waar zie je dat dan? Die randmuur, zeg maar. Een stukje door, hè? Ja. Van hotel. Ik zie het echt. Oh, daar. We hebben we bovenin. Ja. En dan heb ik zien te keren. Rij maar door, El. Rij maar door, rij maar door. Ik denk dat je het bochtje moet, want de parkeerplaats is daar boven. Rij maar door. Ja, hebben we contact? Ja. En? Ja, we zien dat boven. Als jij een stukje voor mij bij bent, waar je voorbij rijdt, dan zie je daar een hippe papa met een witte auto en daar kan je tussen je motor met uit. Ja, hier. Au. Grind en zo, oké. Okay. Ja. Goedemorgen, dames en heren. Het is... Oh. Nee. Als het is omdat iemand jarig is, ga ik echt goed, zoals gezegd,
Het is iets over 6:30. Het is 8:30. Ik denk dat het 5 minuten geleden begon. Nee, eerst buiten iets wat muziek speelt. En we denken dat de hond rondrijdt met een geluidsinstallatie. Met gesproken woord er ook bij. We kunnen er alleen geen bal van verstaan. Wauw, de trein is nu met z'n allen wakker.